In Nederland hebben we drie problemen op het gebied van toplooien. Het eerste is dat bedrijven uit angst dat een bestuurder voor een euro meer vertrekt naar het buitenland, dat ze daardoor eigenlijk alleen maar met elkaar gaan vergelijken. En ervoor moeten zorgen dat ze niet voor een ander onderdoen, zodat die bestuurder in ieder geval maar bij hen blijft. En dat heeft ertoe geleid dat de afgelopen jaren die beloning enorm is gestegen en ook totaal losgezongen is van die interne verhoudingen. En dat maakt het steeds moeilijker om uit te leggen. Tweede is dat die beloning grote mate variabel is. Bijna 2 miljoen euro voor een Nederlandse CEO is variabel. Het betekent dat er hele specifieke doelstellingen gesteld moeten worden en dat die ook berekend moeten worden. En dat commissarissen continu bang zijn dat die bestuurder vals loopt te spelen of verkeerde informatie verstrekt, alleen maar om zijn topbeloning binnen te krijgen. En derde is dat eigenlijk die twee ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat er enorm wantrouwen is en enorm maatschappelijke emotie over die topbeloning. Continu het gevoel dat ze belazerd worden, dat het niet duidelijk is en dat het niet goed uitgelegd wordt. En dat leidt ertoe dat er enorm normatief en simplistisch gereageerd wordt. En dat is geen oplossing. Beloning moet omlaag en moet genormeerd worden. En dat werkt niet. We moeten terug naar de basis. En die basis die ligt bij de ondernemingen. Ondernemingen die zijn aan zet. En ondernemingen moeten ervoor zorgen dat er een logisch en uit te leggen verhouding is van vakkenvuller tot aan CEO. En zodra daar een logisch en consistent verhaal is, dan kunnen ze weerwoord bieden aan die maatschappelijke emotie en kunnen ze het uitleggen. Of men er dan mee eens is of niet, maar dan trek je in ieder geval die emotie eruit.